Robert Roosjes, voorzitter van LKC. Bijzonder moment hier op Vreed. Volop activiteit naar Maldenhoven. Hier heen met verdienen, hè? Dit is uiteindelijk waar wij naartoe werkt hebben. Van de moesten grasveld komen en zoals zien is de helft leider inmiddels. Je bent wel een commissie om brainstormen geweest. Vorig jaar zijn jongens. Het moet toch onmogelijk zijn om je geest te zetten. Hoe hem het valk ook kregen? Nou ja, je moet je beginnen met Google natuurlijk. Daar zie je eens even mobiel grasveld, tijdelijk grasveld en uiteindelijk in ons netwerk via Rijntempel. Ben we bij wat mensen terechtkomen en zo ben we uiteindelijk om tafel gekomen met de firma Arcadis. Ja, 100 hier LKC, dat laat een gigantische historie. Hè? Door een derde ik dan met ongen. Nou, het is inmiddels LKC al 111 jaar, het is 100 jaar Oldenhovendag. En ja, die historie die hangt hier aan dit evenement vast. Ja, daar doen we het ook voor. Waar hebben de geloed meer wil krijgen om dit deel te zetten? Nou, nergens. We hebben soort mensen benaderd en het idee is even spiegeld. Maar uiteindelijk hebben we zelf invulling even aan dit verhaal. Ik zie van de week heel wat meesken, oudere meesken ik, en het genieten, hè? Ja, het is spektakel en met name de wat oudere generatie ziet dat er aandacht is voor het kaatsen. Wat die mensen veel dichter aan het hart leidt, denk ik. En dat wij op deze manier het mensen weten te bewegen, het kaatsen leeft. En Leeuwarden, ondanks alles wat er gebeurt, er wordt momenteel gesproken over de Oldenhovendag. En dat hebben we dan wel mooi bereikt. Ja, maar dat vind ik hier voor de doelstellingen mooi? Tuurlijk, wij willen mensen om het veld hebben. Daar hebben we nooit een geheim van gemaakt. En dat kost wat moeite, zoals Sienkast. Maar ik denk wel dat we erin gaan slagen. Wat is van de week al je gebeurd? Nou ja, zoals je kent, is het bij maandagmorgen ben we hier begonnen met stukken worteldoek en is uiteindelijk 400 kuub zand op het Oldenhoofdse kerkhof gegooid. Daarna hebben we met vrijwilligers sleuven graven en hebben we 800 meter drainagebuis ingegooid. En uiteindelijk, de climax vandaag, er komt 2000 vierkante meter gras op. Is vannacht even droomdoek, Geers? Nou, ik droom al 4 weken van gras, want ik heb natuurlijk wel een draaiboek en ik weet wat er komen gaat. En daar heb ik wel eens wat bange dromen van gehad, ja. Ja, waar is de lotting? Reactie van de keertjes, hoe ben je? Ja, wild enthousiast. Een kaatser wil in een mooie ambiance kaatsen. En ik heb wel gezegd van iedere kaatser moet aan de PC met doen willen. Maar iedere kaatser wil dit jaar ook met doen aan de Oldenhovendag. Ja, en het leeft al 3 of 4 weken bij de keertjes. Hè? Vooral die punten te pakken bij die ranking. Om te zeggen, wij willen die laatste partij er wel bij zijn. Die kaatsers die weten al een tijd dat dit eraan zit te komen. Dus die ben heel bewust geweest van de ranking. En daar ook heel bewust mee bezig geweest. En die wisten dat ze in de top 10 staan moesten. En die jongens die dat realiseerd hebben, chapeau. Want die mag er met doen. Ja. Is het dat eigenlijk wat het beweegwijze moet? Dat je zegt, ja, die oude hou, 100 dieren wat je keert. We willen spektakel hebben, maar die keertjes moeten het doen. Ja, sowieso, de kaatsers moeten het altijd doen. Een kaatspartij gaat op de eerste plaats altijd om een kaatsers. En dan, maar net hoe kleed je dat in? En als je daar dan kiest om er een evenement voor te maken, dat is mooi voor het publiek, maar dat is denk ik nog veel mooier voor de kaatsers. Want ik denk dat die nog niet half beseffen wat er allemaal gebeuren gaat hier zaterdag. Dan in je ding, het waar. Ja, dat is het enige waar ik geen invloed op heb. Zoals ik zei, ik heb de wereld aan draaiboeken klaarleggen. Alleen het weer kan ik niet controleren. We moeten maar zien hoe het komt. Het zou de hele week regenen. Ik ben nog nooit zo verbrand geweest als de afgelopen week. Ik ben een soort in shirtje rondlopen. We zien het wel. We kunnen er niks aan doen, Walter. Nee. Dan het veld. Het is dik gas, hè? Het is speciaal gras, zoals ik zei, we zijn niet over één nacht ijs gegaan. Het zit goed in elkaar. En het is speciaal kweekt voor dit soort evenementen. Hoe bijzonder is dat aan dat je even de midden of jong de lien daar het veld daar. Ja, dat kan. Dus dan ben je in 5 dagen van een kaal plein naar een prachtig mooie vlakke grasmat. En daar leggen we dan een kaatsveld op. Succes en tot morgen. Dankjewel, tot morgen.